Terug van je eerste interlandse met Algerije. Ja, eerste vraag natuurlijk, hoe was het? Ja, supermooi. Een droom die is uitgekomen. Ja, ik heb gewoon echt een mooie week en leerzame week gehad daar. Heel even toch nog terug naar het moment dat je het telefoontje kreeg. Ja, wat gaat er door je heen is zo'n cliché, maar ja, wat gebeurde met jou op dat moment? Ja, ik was super blij en trots. Ook mijn familie natuurlijk, we hebben het samen gedeeld. En ja, het was gewoon super mooi al. Alleen dat moment was al super mooi. En dan ga je alweer snel de knop omzetten omdat je daar moet melden en ga je alvast voorbereiden daarop. Is het ook ergens dan wel een beetje spannend dat je dan voor het eerst daar komt? Ja, zeker spannend natuurlijk. Je weet eigenlijk totaal niet wat je moet verwachten. Je kent nog niemand. Maar ik moet zeggen, ik ben vanaf het eerste moment echt goed opgevangen. En ja, dat is altijd lekker. Dan kom je weer lekkerder in een groep en dan gaat het zo'n week ook veel beter. Nu spelen daar een aantal namen die jij sowieso kent. Ja. Maar hoe was dat andersom? Waren er eigenlijk spelers bij die jou ook wel kenden? Ja, ik had zeker het gevoel dat ze... Ik denk dat misschien nadat de selectie bekend was geworden, dat ze misschien even wat gecheckt hadden. Maar ik had wel het gevoel dat sommigen wel wisten wie ik was. Ja, dan word je voor het eerst uitgenodigd. Dat is dan al heel erg mooi. Wat verwacht je dan als het gaat om kom ik aan spelen toe? Wat had jij in jouw hoofd op voorhand? Ja, ik ging daar eigenlijk naartoe met de gedachte van ik ga gewoon lekker veel leren, genieten en alles geven. En in eerste instantie gewoon op de trainingen. En ja, in de eerste wedstrijd mocht ik al gelijk mijn debuut maken. En in de tweede wedstrijd mocht ik zelf starten. Dus ja, dat was een jongensdroom die uitkwam. Ja. Dat is eigenlijk boven verwachting. Ja, zeker. Hoe vind jij zelf dat je het gedaan hebt daar? Ja, ik ben zeker tevreden over wat ik heb laten zien, zeker voor de eerste keer daar. En ja, ik heb gewoon duidelijke opdrachten meegekregen in het veld. En ik heb natuurlijk met echt goede spelers ook gespeeld, waar ik altijd al zelf naar keek. Ja, dus ja, het is ook een soort van motivatie voor mij nu naar de toekomst, want dit smaakt naar meer natuurlijk. Ja, en wat heb jij te horen gekregen van de mensen daar die erover gaan? Hebben ze iets meegegeven van hoe jij het gedaan hebt? Ja, ik heb na de wedstrijd even natuurlijk wel met de trainer gesproken. En ja, ik heb gewoon positieve feedback gehad. Dingen die ik mee moet nemen, ook weer naar mijn club. Die ik beter kan gaan doen. Zoals? Ja, hij was gewoon tevreden over mijn prestatie. Maar hij heeft me wel gewoon duidelijk meegegeven dat ik door moet zetten, niet moet verzwakken. En, je moet het bij je club ook gewoon laten zien. Dus. Maar dat komt wel goed. Daar was je al met hem eens? Ja, daar ben ik het gewoon mee eens. Als je dan op zo'n hele week eigenlijk terugkijkt, wat is je dan het meeste bijgebleven? Het meeste, ja, is er heel veel bijgebleven. Maar de mooiste dingen zijn gewoon dat je op het veld staat met die jongens. En dat je gewoon veel leert. Het niveau is hoog. Alles gaat wat sneller. En dat je ook merkt dat je gedurende die week ook zelf daar ook meer en meer in meegaat. Dus dat is ook positief voor jezelf. En als je het hebt op uitkomen voor Algerije, wat doet dat met jou? Want hoeveel, ja, qua gevoel, hoeveel heb jij met Algerije? Ja, voor mij is het echt een trots gevoel. Ik heb ook, als je daar staat dan voor de wedstrijd met het volkslied, dat is gewoon geweldig. En ook voor mijn familie, ik heb daar ook veel familie. Iedereen is natuurlijk trots, dus het is mooi dat het voor iedereen iets is, iets betekent. Nu, nou ja, zelfs wij konden het merken, want eerdere interviews met jou, ik kon het in de kijkcijfers terugzien, die werden in één keer weer massaal bekeken de afgelopen dagen. Ja. Wat is er op jou afgekomen qua aandacht? Ja, je merkt natuurlijk dat er wel wat meer aandacht is. En dat is mooi, want hoe meer aandacht, denk ik ook dat het vaak wel positief is. En ja, ik laat het gewoon allemaal op me afkomen. Ik probeer me echt te focussen op het voetbal, want morgen staat gewoon weer een belangrijke wedstrijd op het programma natuurlijk. Dus die knop moet snel om. Maar ik heb er even van kunnen genieten, maar nu gaan we weer door. Volgens aantal op Instagram is gestegen? Ja, dat die is omhoog gegaan, ja. Veel reacties ook? Of in je DM's en dat soort mensen echt zeggen, goed gedaan? Ja, ik probeer eerlijk gezegd niet zoveel ernaar te kijken, want het leidt natuurlijk ook een beetje af. Ik moet natuurlijk de focus erop houden, maar ik weet wel dat die vol zit, ja. Je zei, ja, die knop moet snel om. Is dat lastig? Want je was dinsdag thuisgekomen, zei je net. Mm-hmm. Heb je één dagje even rust gehad. En gisteren moest je alweer hier melden, donderdag. Ja. Is die knop dan ook snel weer om? Ja, in mijn hoofd is hij al 2 dagen geleden omgegaan naar Vitesse. Toen ik hier weer moest melden. Ik heb ervan genoten natuurlijk. Maar die knop moet natuurlijk om. Ik heb veel gereisd. Het speelt allemaal mee. Dus ik moet ook gewoon op tijd naar bed, goed eten. Om uiteindelijk weer fit te zijn. En dan gaan we kijken hoe lang we het morgen volhouden. Oké. Allerlaatste vraag, staat hij helemaal los van. Ja, aan het trainingsveld viel het me laatst op. Je hebt volgens mij een bijnaam in het team, of niet?
Vertel. Rambo? Ja. Ja, de jongens noemen me Rambo inderdaad. Kapsel, haarband, is ja, dat het? Ja, kan er allemaal mee te maken hebben. Maar ik luister er ook naar tegenwoordig. Dus het klopt wel.